We zijn in een soort barretje, iets achtig. Sloop de glasblokjes. Nee, ik wil niet weten wat dat ook doet. Oké, als ik het glas kapot maak, wat gebeurt er? Jongensen. Mijn naam is Damien en welkom terug bij weer een gloednieuwe map van een kijker, vond ik snel. Jongens, ik ben weer terug met deze serie. Don't worry, het is er nog steeds. Niet dat jullie allemaal map hadden gemaakt en dat ik niet meer ging spelen. Don't worry, ik ben er gewoon weer. Ik had even een paar weken laten wachten, want ik had echt een paar... Ik had wel mappen, maar heel veel waren niet helemaal af. Of die speelde ik dan, maar dan werkte die niet. In ieder geval, ik heb even gewacht tot ik er weer een paar heb. En nu heb ik er weer een paar binnen. Dus jullie kunnen ook weer gewoon een map opsturen naar mij. Jongens, e-mailadres staat in de beschrijving. In ieder geval, vandaag gaan we de map van Koen spelen. En ik zal even zijn mailtje voorlezen. Hij zegt, yo Damien. Het is niet hoe je mijn naam spelt, bro, maar ik vergeef het je. Hier mijn map die ik voor je heb gemaakt. Ik ben er erg lang mee bezig geweest. Ik hoop dat je hem leuk vindt. Mijn broertje heeft ook een beetje met de map geholpen. Oké, cool. Hij is wel lang, maar dat maakt niet heel veel uit. Nou, dat zul je zien aan deze lengte van deze video waarschijnlijk. Als je bugs of dingen hebt waar je niet uitkomt, mail ze me maar of zeg het in je video. Dan zal ik je helpen. Oh, ik hoop niet dat ik iets tegenkom. Veel succes, Koen, a.k.a. Darkness Rogue. En hij zegt, PS, er zit een texture pack bij. Die heb ik ook als het goed is. Het was die met een R. Dat was die van Rapture, nog wat dus. Rapture, deze, there you go. Ik activeer hem. Daar was hij iets dat iets beter de tekst op signs paste en zo. I don't know, ik heb geen idee welke dit is. Holy shit! Oké. Interesting. Is het niet gewoon faithful of zo? Nou ja, we gaan het zien. Anyway, pool der leging, oké. En we hebben hier de informatica. Darkness Rogue joined the game. What the hell? Hij zegt, hallo Vanox, ik ben Darkness Rogue. Ik zal je door de map heen helpen. Je video's zijn by the way awesome. Dankjewel bro. Maar even over de map. De regels zijn een beetje hetzelfde als in een gewone map. Gewoon survival als het niet lukt, creative en zo. Je moet bij parkour op peaceful spelen. En bij vechtdelen op easy of normal. Alright. Er zijn verschillende levels. In het eerste deel zijn er 8. Wow, yo. Als je de map leuk vindt, kan ik hem nog uitbreiden. Er is van alles in mijn map, van parkour tot een boss fight. Oeh. Veel succes en plezier. By the way, ik ben dezelfde maker als de map van Sauron's Return. Die vond je volgens mij leuk, behalve de Wither. Ik beloof je dat ik die er niet uit zal laten. Heb je hier nou wel of niet een Wither ingezet? Oh shit. Alright, we gaan het ontdekken jongens. Ik zit nu wel in game mode trouwens. Dat is niet de bedoeling. Dus ik zet mezelf even op 0. There you go. We gaan gewoon beginnen denk ik. Dit zijn, gok ik, alle levels die er zijn. Holy shit. Parcours, zoek de button. Mob battle. Ik wil hier niet invallen trouwens. Kan dat? Nee, dat kan niet eens. Een trivia / quiz. Oh, die is leuk. Een boss fight. Geen Wither. Oké, thanks. Shire survival. Redstone. En een dropper. Oh, dropper is cool. Maar ik ga toch maar... Laten we rechts beginnen. Ik heb geen zin om met parkour te beginnen. Want dan ben ik gelijk chagrijnig en dan gaat het niet goed. We gaan met de dropper beginnen. En waarschijnlijk is de dropper net zo moeilijk als een parkour. Maar anyway. De tip. Pas gebruiken de uitleg. Wat? Lukt het niet zonder... Moet ik daarop klikken of niet? Spawn point. Oké. En uitleg. Oh, die moest ik pas gebruiken na de uitleg. Holy shit. Oké. Well, wat? Oké. Sta. Wat gebeurt er? Ik weet niet wat er gebeurt. Oké. Dit doe ik... Ik weet niet wat er gebeurt. Ik word steeds herpla... Wat? Ik kan niet zo snel lezen, bro. Lukt het niet? Wacht. Deze tip kun je handig gebruiken en doe dat. What do you mean? Stop! Oh shit, ik zou nog in het vuur. Oké, am I good to go? Am I good to go of niet? Ik sta in de fik. Oké, stop. Holy shit. Alright, ben ik klaar? Moet ik hier naar beneden? Of laat me zeggen, eerst even al die lappe tekst lezen. Holy shit. Oké. Hey Vanox, dit is de dropper. Je snapt wel hoe het werkt, maar omdat jij meestal niet zo goed bent... Oh. En snel raged, zal ik je helpen. Oké. Dankjewel, I guess. Je kan de dropper best goed zodra je weet waar je heen moet. Daarom staat naast dit bordje een bordje met tip. Gebruik deze pas als het nodig is. Dit legt het parcours uit. Oké. Dit is het laatste checkpoint. Dus heb je wat langer zodat je langer rond kan kijken hoe je moet vallen. Alright. Nu moet het een stuk makkelijker zijn. Succes Vanox. Maar zo iemand als jij hebt natuurlijk niet nodig. Er is maar... Wat? Oké. Hij zegt dat het gewoon moet werken. En nou ja, hij zegt ook dat ik hier slecht in ben. Dus dat is ook meteen goed zelfvertrouwen. Dankjewel Koen. Dat is heel, heel fijn. Alright. Moet ik... Waar? Huh? Waar ga ik heen? Moet ik hier wel zijn überhaupt? Oké, ik denk dat ik weer naar boven geteleporteerd moest worden of zo. Maar ik ben nu zelf naar boven gevlogen. En
ik heb een beetje de dropper gezien, dus ik weet een beetje wat ik kan verwachten. We moeten hier gaan staan. Ga tussen het glas staan voor het begin. Juist. En volgens mij val ik nu meteen naar beneden. Dus ik moet goed kijken. Let's go. Oké, dat die kant op. Oh, de lag. Yo, de lag spike. Ja, kom op, man. Oh, maar nu sta ik weer hier. Yo, thanks voor de spawn point, ouwe. Maar wat stond hier? Heb ik iets gemist? Je mag... Oh, ik moest slash spawn point gebruiken. Spawn point, please. Geef me de spawn point. Ga weg, klokje. Alright, slash spawn point. Juist. Alright, nog een keer. Here we go. Ja, en nu... Waarom de lag? Wat is dat? Yo, die lag spike is net zo irritant. Holy shit. Oké, ik moet nu naar rechts sturen. Ja, gast. Wat is die lag spike ineens? Kijk, kijk, kijk. Komt-ie. En nu ben ik hier. Oké. Yo, is dat expres gedaan? Ik denk het niet, maar... Oh, so close. Wat is deze lag spike? Come on. Shit. Holy shit. Jongens, ik wil niet ragen, want ik heb last van mijn... Oh, ik kan ook gewoon hier. Oké, we gaan daar vallen. Want ik heb nog steeds keelpijn. En ik wil niet schreeuwen of zo, of hard praten. Juist, want dat doet pijn aan mijn keel. We got him. We got him. Alright, waar moet ik heen? Moet ik daar naar boven? Oh, hierheen. There you go. Terug naar de hub. We got him, guys. Hey, ik heb een diamond pickaxe ineens. Dus dat was de eerste level. De dropper. We did it, guys. Holy shit. Ah, ik heb nu al last van mijn keel. Oké, redstone. Volgende level. Yo, Vonox, ik ga je een beetje redstone leren. Als je een level niet snapt, mag je hem skippen. En dan, als je helemaal niks meer snapt, mag je het onderdeel skippen. Oh. 1. Redstone dust. Oh shit, ik krijg helemaal uitleg. Ik krijg les. Dat lijkt net school. Maak de deur open. Redstone kun je poweren met een redstone torch. Oké, dat weet ik allemaal. Redstone, dit is easy, toch? Ik bedoel, gewoon zo. Juist. Hey, ik ben een snelle leerling, jongens. De piston. Met een piston kun je een blok verschuiven. Met een gewone piston kun je het blok niet op zijn oude plaats krijgen. Met een sticky piston kun je... Ja, dat wist ik. Dat wist ik ook. Wat is het? Power the piston. Haal een stukje redstone weg. Hoe bedoel je, haal een stukje redstone weg? Oh, wacht. We moeten hier naar beneden. Oh, wat? Oké, wacht. Moet ik deze piston poweren? Of... Juist. That's it. Nu kan ik... dat was het, denk ik. Oké, objective 4... De redstone klok. Een redstone klok kun je op verschillende manieren. Bla bla bla. Redstone repeater. Ja, ik weet hoe die werkt. Je moet hem dan één keer snel power. En daarna gaat hij vanzelf. Power met de redstone. Oh god. Moet ik dit hier doen of niet? Oké, ik moet het gewoon hier doen waarschijnlijk. Nee, wacht. Waar haal ik de redstone vandaan? Dit is allemaal glas, toch? Huh. Waar haal ik dan de redstone vandaan? Ik bedoel, dit ding geeft geen. Oh, ik heb een torch. Nevermind, jongens. Ik ben een beetje. Ik ben stupid. Die moet niet heel moeilijk zijn. Gewoon zo. En dan doen we zo voor de gein. Eentje zo voor de gein. There you go. Hop, hop. Ik weet niet of ik hem helemaal goed heb gedaan. Maar hij gaat open. Een repeater. Ik had net toch ook al een repeater. Heb ik iets verkeerd gedaan? Wat is hier? Oh shit. Alright. Ik denk dat we hier vanaf hier eens moeten doen. Dus gaat deze redstone het halen? Is hij sterk genoeg? Oh, hij is net niet sterk genoeg. Maar daar zijn dus die repeaters voor. Hoppakee, en dan doet hij het wel. Got him, guys. Ik leer dit gewoon. Eigenlijk wist ik het al. Weer een repeater. Oh god, what do you mean? Het redstone signaal moet hierin. Oh, deze krijgt niks. Maar dan moet ik toch gewoon zo? Juist. Easy. Oh my god, bruh. Holy shit, wat is dit? Dit voelt echt serieus als school. Yo, ik ga deze overslaan als je het niet erg vindt, man. What the fuck? Oh my god. Ik sla deze over, bruh. Ik bedoel... Ik vind het leuk dat je me uitleg geeft over... Ging mijn diamond pickaxe zo snel kapot? What the hell? Maar ik vind het leuk dat je me uitleg geeft over redstone. Oh. Maar ik wil... Weet je, het is geen school. Maar ik vind het wel grappig dat je erin hebt gestopt. Dus ik zie die level nu gewoon als gehaald. Oké. Shire Survival. Oh, look at that. We zijn ineens in Hobbiton beland. Oké. Zeer belangrijk. Van Darkness Rogue. Vintage... Dude, 50 pagina's. Is dit een joke? Is dit een troll? Vind de Shire set. Open alle deuren met een button, niet met de hand. Bereid je voor random stukje tekst. Is het serieus? Oké, wacht. Ik moet het weten. Is er een einde? Ja of nee? Is dit een troll? Oké, we gaan... Shit. Oké, we moeten dus elke deur openen met buttons. Ik ben nu heel erg vergeten wat ik moest doen. Vind de Shire set. We moeten een setje vinden.
Oh, ik zit in game mode. Oké. Oh, dan heb ik heel geluk gehad. Dan heb ik heel geluk gehad. Holy shit. Oh, dat was eigenlijk niet eerlijk, maar... Yo, fuck die creeper. Holy shit. Oké, ik schrok wel. Dus dat heeft hij in ieder geval. Oh, wat is dit? Eerst gold en dan pas diamond. Oké, eerst gold. Ja. Wat? Eerst gold. Waarom mag ik dit niet hakken? En dan diamond. En nu diamond. What the fuck? Yo, is dit een... Oh, het regent. Ik denk, wat zijn die geluiden, gek. Dude, deze texture pack heeft ook custom sounds en zo. Dit klinkt allemaal veel anders. Damn. Nou, je hebt in ieder geval één ding voor elkaar. Ik schrok me kapot. Ik schrok me helemaal kapot. Jesus Christ. Maar waarom is dit? Is dat... Dat is serieus gewoon een troll. Het is serieus gewoon een troll. Oké, wow. Oh my god. Nou, daar zit dus niks. Dat is gewoon een dikke troll. Maar waar vind ik dan de rest? Oeh, oh, kijk. Hier misschien. Even kijken. Oké, ik hoor ineens allemaal beesten hier, maar... Oh, ja, daar zijn ze. Really? What the fuck is dit? Yo, bro. Bro. Waarom spannen ineens allemaal... Oh my god, waarom doe ik de deur ook open? Ik ben zo... Nee, nu heb ik de deur ook open laten staan. Oh nee, ik ga dood. Shit. Heb ik mijn... Ja, ik heb mijn broekje aan. Ik moet even de deur weer dicht doen. Mag ik de deur... Doe de... Fuck. Oh shit, oké, never mind. Nee, nu ga ik dood. Oh. Hey, ik stond helemaal niet lang in de fik. Oké, dat was easy. Pas heen gaan als je de full shire set hebt en het wapen gemined. Oh, ik heb gemined. Ja, dat heb ik gedaan. Ik ben hartstikke dood. Yo, ik wil niet doodgaan, oké. Ik wil serieus niet doodgaan. Wat zit hierin? De spannende... Zoveel. Hoe moet ik dit doen zonder help? Ga weg. Huh? Oh, ik loop door een schilderij heen. Oké. Boord omdat het kan. Niemand is bang om te gaan achter het behang. Herman. Herman is een wijze man, blijkbaar. Hier zit een Shire Hoe. Oh, plus 8 attack damage. Oh, yeah, I'll take that. Holy shit, I'll take that. Zit hier nog ergens anders wat achter? Er moet hier nog ergens anders wat achter zitten. Juist, ik wist het. Shire Boots, look at that. Jongens, we hebben 2 stukjes van onze set. Ga eens weg. Sodomiet er echt eens even op, hoor. There you go. Herman, wat is dit voor blokkie? I don't know. Nog meer? Kan ik nog ergens doorheen? Niet? Huh? Really? Ik moet hier niet zijn. Ja, hier kan ik doorheen, maar dan kom ik weer hier. Kan ik hier doorheen? Dit, waar is het laatste stukje armor? Of de laatste 2 stukjes. Ik moet nog 2 stukjes. Hmm. Weird. Wacht, wacht. Huh? Oh ja, hier kunnen we doorheen. Dan kwamen we hier. Maar wat zit hierin? Zet redstone blok. Oké, dat zal wel. I don't care. Waarom moet ik dan die laatste 2 stukjes vinden? Like in een boompje of zo? En waarom spawn jij hier ineens? Jongens, ik weet dat ik in game mode zit nog steeds. Maar come on. Anders ga ik neer. Oh, kijk. We hebben dit nog allemaal niet gehad. Look at that. Next. Oké, nu ga ik wel weer even uit game mode. Alright. We zijn in een soort barretje. Iets-achtig. Sloop de glasblokjes. What the fuck was dat? Squidgy. Squiddy. Wat doe je hier? Wat? Oké, ga ik er nog één doen? Dit is... Nog één. Oh my god, what the fuck is dit, man? En wat heb ik hier nou aan dan? Ik heb de glasblokjes gesloopt. Maar... waar is mijn armor? Ik wil mijn armor setje. En waarom klinken jullie... Waarom hoor ik varkens en zo? Maken hun dat geluid? Really? Wat er... Is dit weer een trollhuisje? Want hierboven was er ook nog één. Oh my god. Wow, gek! Oh my god! Hou eens op! Jesus Christ. Wow, gek. Oh my god. Oké, donder op. Wat de... Oh, het is gewoon een armor statue of zo. Gast.
Oké, genoeg. Genoeg. Ah, there we go. Shire chestplate. Gast. Is dit een horror map of zo? Oh my god. Dude. Dat was sick. Dat was wel echt ziek, though. Oh my god. Dit heb ik nog nooit gezien. Well fucking played. Oh, hier komen die geluiden vandaan. Waar zijn alle inktvissen ineens heen? What the hell? Waar is het Oh nee, dat is het gat, toch? Ja, dat is het gat. Hier moest ik niet zijn. Maar waar is het laatste stuk? Ik kan het laatste stuk serieus niet vinden. Ik bedoel, ik heb dit gehad. Hier zat deze in. Juist, hier zit niks anders in. Oké. En hier zat de squidgies. Sloop de glasblok. Heb ik gedaan, maar zit hier ook nog wat onder of niet? Wacht. Jongens, we moeten het uitvinden. Nee. Huh? Maar, hier, there you go. Maar, huh? Waar is de helm? Ik mis iets. Ik moet iets missen. Ik moet iets missen hier. Ik bedoel, hier zit niks meer in. Nee. Oh, what the fuck? Nee, ik zit niet. Oh. Oh, ik was bijna dood. Oké, weet je, sodemiet jullie even op. Hier ben ik ook al geweest. Hier zat een ho in. Maar, Herman en dit. Waar is de laatste? Ik kan de laatste niet vinden. Wacht, we gaan nog één rondje doen. Dat huis heb ik gehad, toch? Oh, nee, hier ben ik helemaal niet in geweest, want de creeper. Oh, jawel. Huh, wat? Oh. Oké. Game wordt 1 voor de win. Jongens, ik moet wel, anders ga ik hartstikke dood. I'm sorry. Ik heb hier... Uh-oh. Is dit het laatste stukje? Jongens? Ja? Wat? Mijn laatste... Nee, ik dacht dat ik hem had. Dude, waar... Oké, waar de fuck is mijn helm? Waar is het? Waar... Ik denk dit moet het wel zijn. Ik blaas iets op. Dan komt het tevoorschijn, maar nee. Ik kan de helm niet vinden. Ik moet het opgeven, bruh. Ben ik zo blind? Oh, ik maak serieus alles kapot nu, maar... Nee. Oh, misschien moet ze dit opblazen. Misschien is het niet helemaal kapot gegaan. Oh, jongens. Oh, en we hebben appels. En ik kan eten. Wat zit hierin? Breek eerst het gele glas. Ja, dat durf ik dus echt totaal niet, maar... Wat een verrassing. Nee, serieus. Oh, nu sta ik hier. Wat een... Oh my god. Wat een verrassing. Ik wist het. Ik wist het gewoon. Het kon ook niet anders. En er zit niks in het... Is dit een troll? Word ik getrolld? Word ik geprankt? Really? Komt zo Doe Maar Game ineens tevoorschijn? Huh? Waar? Really? Nou ja. Oké, misschien is hij het vergeten. Laten we het daarop houden. Misschien is hij het gewoon vergeten. Ik vind dat ik het setje compleet heb. Ja, ik vind dat ik het setje helemaal compleet heb. Of ik ben gewoon keihard geprankt. Maar we gaan gewoon naar het andere deel, jongens. Ik vind het lang genoeg hebben geduurd. Let's go. Wat moet ik doen? Pas als je... Ja, ik ga. Ik ga. We gaan. Oh shit, het gaat zo verkeerd. Dit gaat... Oh my god. Oké, waarschijnlijk worden we weer geëlectrocuteerd. Ik hoor pistons. Oké, hier zijn pistons. Hier ook, misschien. Oké, hier is het stil. En hier. Oh. Nee! Nee, ik wil terug. Nee, ik wil niet weten wat dat ook doet. Oké, als ik het glas kapot maak, wat gebeurt er? Oké, nou, dat weten we dat ook weer. Ik bedoel... Oké, wat moest ik verwachten? Wat kon ik verwachten? Like, dit kon ook niet anders. Damn, dat was serieus echt fucking geweldig. Dat was serieus echt heel leuk. Oké, wat gaan we nu doen? Gaan we nu de boss fight doen? Want jongens, ik denk... Ik ben nu 20 minuten bezig. Ik denk dat ik nu deze ga doen en dat ik de volgende episode... Dus daar maak ik er 2 delen van. Ga ik deze 4 doen. Ja? Dat lijkt me wel geinig. Jongens, vinden jullie dat een goed idee? Ik vind het wel. Dus dan sluiten we deze af... Met een boss fight. En het is geen widder, zegt hij. Maar ik weet niet of ik hem nu nog vertrouw, dus... Oké, we doen dit even allemaal weg. There you go. En even kijken.
opent dicht. Oké, we moeten denk ik eerst even een setje uitzoeken. Legolas, Aragorn of Gimli. Kijk, Gimli heeft dat. Gimli of Aragorn heeft... Wow, dit ziet er cool uit, though. Hoe zien die zwaarden er hieruit in deze texture pack? Oké, dat is wel echt lame, maar... Oké. Oh, dit is Legolas. Legolas is wel een zieke boog. Ik dacht dat ik voor Legolas zou gaan. Ik ga er denk ik ook voor. Ook al heeft deze wel dik golden apples, though. En dik veel... Waarom heeft Legolas dat nou weer niet? Damn it. Wel Lambus bread. Infused apple. En 4 golden apples. En deze heeft er... Oh, deze heeft helemaal geen golden apples, of wel? Yo, ik ga voor fucking Legolas, bruh. Let's fucking go. We gaan het doen. Ik voel hem. Ik voel hem ervoor, jongens. Dat zet je uit. Dit zet je aan. Juist. Geef me de speed boost. Ik merk het nu al, hoor. Oh yeah. Of er gebeurde iets in ieder geval. Wacht, heb ik wel arrows? Ja, we hebben arrows. Infinity 1, Infinity 1. Longbow en een shortbow. En we hebben een blade. Alright, waar is het Lambus brood? Dat moet je nog pakken waarschijnlijk, of niet? Lambus, die en de golden apples. Denk ik dat het golden apples zijn, want hij gloeit. Wauw. Dus dat moet wel. Oké, we zijn klaar. We are ready. Oh, we moeten... Serieus? Oh, shit. Rhaegar, first general. Yo, mag ik even een introductie wat de fuck hier gebeurt, of zo? Moet ik deze mensen... Dude! Oké, golden apple, golden apple. Oké, we hebben golden apple genomen. Jesus Christ. Wat zijn dit? Jongens, mag ik Rhaegar's help? Wie is Rhaegar? Dude. Oké, we gebruiken de boog. De boog is OP, denk ik. Come on. Oh, is dat Rhaegar zelf? Volgens mij is dat Rhaegar zelf die daar loopt, jongens. Hij valt me niet aan, though. Dat is goed. That's good. Jij miste. Noise. Waar komt dit spinnetje ineens vandaan? Sodemiet erop. We pakken die dude daar ook nog even. En is het zo 1-op-1 met Rhaegar. Yeah. Dude, by the way, deze text pack heeft wel zieke particles en zo. Hij is dik gecustomized, dat bedoel ik in ieder geval. Oké, Rhaegar, bring it on. Ben jij dat? Ja, hij is dit. Ik weet niet waarom hij niks doet, maar... dan gaat je... Oh! Oké, hij gaat wat doen. Hij gaat wat doen. Hij gaat ineens wat doen. Oh, shit. Oh, shit. Ik werd geprankt, jongens. Ik werd serieus geprankt. Het is net YouTube Nederland. Het is ongelooflijk. Waar is hij? Waar is hij? Doe niet zo snel, man. Ik blijf gewoon mijn longbow gebruiken, want ik denk dat dat ding het sterkste is, dus... There you go. Neem het. Maar... Ik ben niet zo snel. Ik ben niet zo snel. Oké, fuck dit. Weet je, dat kan je het krijgen ook. Hier. Neem mijn zwaard. Eet het. Eet het. Jij hond. Hondenjong. Come on. Hoeveel moet ik nog beledigen om je neer te halen? Ik heb jou een hond genoemd. Ik wil wel even uit het vuur, trouwens. Yes. Oké. Even in mijn ogen wrijven. En there you go. We zijn er weer klaar voor. Come on, brah. Oh my god, ik sta weer in de fik. Fuck. Waar is hij? Doe niet zo snel, joh. Come on. Ik gebruik mijn shortbow. Shortbow. Let's fucking go. Let's fucking... Oh shit, die was er neer. Die was mis, bedoel ik. Juist. Komt hij niet meer bij me, hoor. Oh, vindt hij niet zo leuk? Oh shit, en hij is er weer. Come on, Rhaegar. Come on. Take it, bitch. Come on. Yes! Hij is neer! Hij is neer! En ligt hier... Wow, er ligt hier dik vol shit, maar ik heb te veel troepen in mijn inventory. Laat ik even wat weggooien dan. En there you go. En nog meer? God, er ligt nog meer. Juist! Oké, wat hebben we gekregen? We hebben een zwaard, dat is deze. Rhaegar's Sword met Fire Aspect 2. Oké. Ik gebruik hem wel gewoon. Waarom niet? Plus 6 attack damage, plus 6. Nou, het zal wel beter zijn. En we hebben dan zijn dingen gekregen, maar ik vind dit toch beter. Dit is sowieso beter. Alright, we did it, boys. We did it, boys. Nice. Als je hem hebt verslagen. Jazeker. Nee, wat gebeurde er? Was dit altijd al zo laag? Wat is er open gegaan? Oh, kijk. Juist, wist ik wel. And there you go. Hoppakeetje. Oh. Wacht. Is er nog een bos? Is er nog een bos? Ik dacht dat ik klaar was. Oké, even wachten jongens. Even rustig. Oké, nou, bring it on. Who's next? Silithon, Master Strategist. Oh my god. Wat is het, een big man? Oh god, het is een big man. What the fuck zijn dit? Huh? Ben ik nou geteleporteerd of lag het aan mij? Oh my god, wat zijn dat? Kippen op pigmans of zo. Ik weet niet wat er allemaal gebeurt. Maar ik word ook... Ik word steeds geteleporteerd. Dit is zwaar irritant. Ik zeg het je.
Waar is hij? Is hij neer? Waarom word ik steeds geteleporteerd? En waar is onze vrolijke vriend? Oké, hier is hij. Hij is hier beneden. Hij is hier beneden, boys. Oké. Dan pakken we hem gewoon zo aan. Come on, bruh. Ik moet... Wacht, ik gebruik nu... Welk zwaard gebruik ik? Waarom word ik steeds geteleporteerd? Ik gebruik nu... Ja, oké. Met Fire Spec. Die is beter. Want die andere laat alleen Bane of Arthur nog wat dus. En dat is alleen maar goed voor spinnetjes. En zoals je kan zien, is deze meneer geen spin. Nee. Zeker niet, maar we halen hem wel neer. Het is maar een pigman, man. Wat kan hij nou doen? Like, come on. En hij is neer. Zo doen we dat. Yeah. Ik wil wel jouw zwaard uitproberen. Dus... Zwaard? Waarom word ik weer geteleporteerd? Sta! Waar zijn zijn items? Huh? Ik word net weer... Oh, hier. Kijk, oké. Mag ik zijn items oppakken zonder dat ik word geteleporteerd en zo? Fuck die fire protection. Fuck die. Ik wil zijn zwaard. Ik wil zijn zwaard. Wat de hel? Zijn zwaard ligt hier dus hier. Oh, come on. Hoezo? Juist. Fire aspect 5. En wij hebben 3. Of 2 zelfs. Get out of my face. Alright, we zijn klaar voor de volgende. Of nou, ik zeg wel dat er een volgende is, maar... Misschien was dit de laatste. Ik hoop het. Als je me hebt verslagen. Wat gebeurde er nou? Nou, moeten we hierin? Oh, niet. Oh, we kunnen gewoon doorlopen. Oeps. Yeah. Zijn we klaar? Oh, yeah. Ik bedoel, betekent dit dat we klaar zijn of niet? Oh, er is er nog één. Oké, next. Jackmans, Pirate King. De piraatkoning. Oké. Wow. Boze gorilla. Wat de... Hoezo is er een boze gorilla? Waarom valt hij die piraat niet aan? Ik denk dat hij daar staat trouwens. Hallo? Jackman? Jackman. Ik denk dat hij dat is, toch? Hij wil echt een... Wat een piraat trouwens. Mooie boot, man. Shit. Dit is easy. Hij komt niet eens bij me. Ik heb gewoon een hoekje. Ik heb hem serieus gewoon in een hoekje nu. Dit is... Yo, bro. I'm sorry, but you got wrecked. You just got wrecked. Damn. En het boeit me niet eens wat hij gedropt heeft. Kijk hoe snel ik door water loop trouwens. What the fuck? Ik ben OP. Alright. Is er nog één? We gaan het uitvinden, denk ik. Als je me vraagt, ja. Wat ging er nou weer open? Het is altijd even loeren wat er nou open ging. Kijk, hier kwam ik vandaan. Wat ging er open? Jongens, het is een raadsel. Het is... Huh? Ben ik weer blind? Ben ik weer blind? Het zit hieronder, of niet? Really? Wacht. Dan gaat hier iets achter open. Volgens mij moest ik hier doorheen gaan. Maar ik heb het een beetje gesloopt. Maar volgens mij... Hij deed niet helemaal goed. Maar volgens mij moet ik hier doorheen. Want hier staat natte voetjes. Dus, let's go. I guess. En daar zijn we. In de volgende wereld. Ik gok dat dit weer een bos is. Het zou me niks verbazen als het er weer één is. Maar, oh. Interesting. Spawn de bos. Oké, wacht even. One second, bro. Even wachten. Oké, bring it on. Oh. Ethereum Inca King. Je zult de portal niet betreden, want hier ben ik. Waar ben je? Is dit... Oh, daar is hij. Hij rijdt op een zombie. Niet de beste combi, denk ik. Was dat het, serieus? Of is hier nog één? Oh, dit zijn de knights. Ik denk al. Ik dacht dat hij dat was. Dan was hij heel snel dood geweest. Oké, waar ben je dan, bruh? Zit je binnen anders? Ik denk dat hij binnen zit. Hallo? Hallo? Oh, daar is hij. Bring it on, bitch. Hij is een Inca King. En volgens mij zijn Inca's en dat mensen met van die... Of in van die tempels en zo. Ik weet niet hoe ik het moet noemen. Volgens mij een beetje Indisch-achtig. Soort van. I don't know. Het begint te regenen. En serieus, ik denk niet dat jullie het heel goed kunnen horen door de muziek. Maar... No, mijn zwaard. Oh, shit. Oké, we doen deze wel. Maar die regen klinkt een beetje alsof er... Een soort van bacon in een pan ligt te sudderen of zo. Zo klinkt het serieus. Het is heel gerustgevend, dat wel. I like it. Alleen deze duurt... Oh, ik wou net zeggen, deze duurt dus veel te snel. Maar dat viel gelukkig mee. Yes. Protection 3. Nope. Een diamond pickaxe. Yo. Get out of my face, bruh. Je moet wel wat beters komen dan jouw zieke loot. Tussen haakjes.
Oh. Alright, waar moeten we heen? Waar is de knop voor ik heb hem verslagen? Is die ook hier? Auw. Span de bos. I did. En hij is dood. Knopjes? Oh, ik moet hierheen. Ik moest weer even wat kapot maken, want het werkte niet. Maar hier staat... Ga eerst naar de goden, die hebben een... Punt, punt, punt. De hel is hier beneden. Spring in midden, ga naar goden. Maar we moeten eerst naar de goden volgens deze man. En dit is de weg naar de goden. En dit is een parcours. Oh god. Het begint ook al meteen goed trouwens. Ik val meteen, maar... Oh, dit is een hendel. Juist, checkpoint. Kijk. Checkpoints zijn al... Shit. Ik wou net zeggen, checkpoints zijn altijd welkom. Zijn altijd welkom. Maar hoe ga ik dit doen? Juist. Fuck dit. What the fuck? Huh? Ik zat in de muur, maar... Ik weet niet hoe ik dat gedaan heb, maar ik vond het wel knap. There you go. Kijk, deze wordt easy. Die werd easy gemaakt van ons. Nee! Shit. Oh, nu ga ik ineens vet langzaam door water. En net zag je nog dat ik keisnel doorheen kon. Maar nee hoor, nu moet ik gewoon wachten als een normaal persoon. Oh! Damien, please. Juist. Oh, oeh. Nou. I'm not dealing with that shit, jongens. Ik hou... Ik blijf het jullie zeggen. Ik haat parcours. Wat blijven jullie doen? Parcours in mijn map stoppen. Ongelooflijk. Wow. Almighty Sword of Zeus. Oh, we hebben een ziek zwaard met Fire Aspect 5 en Sharpness 10. Sharpness 10. Look at that. Alright, we gaan naar de hel. We moeten in het... Wow. Oké, dat ging sneller dan ik had gedacht, maar... Welcome to hell. Dankjewel. Tegen ontsnapping van de bos. Oh, dat deed geen pijn. Wat de hel? Oh, blijkbaar kan ik hier tegen of zo. Oké. Span de bos. Als je Wither Rogue... Wat? Serieus, is het een Wither? Als nog wat verslagen is. Daarna... Wat is dit? Een ei... Oh my god, oké. We beginnen hier. 1, 2, oké. 1. Withered Rogue, Master of Withers. I don't think so, bruh. Oh, daar heb je hem hoor. Wacht, is dit de mapmaker zelf? Dat is wel cool. Maar, ik sta hier, bruh. Ik sta serieus achter je. Haha. Dit is vet easy. Dit is niet moeilijk. I can do this. I can do this. Yo, bruh. Hier. Hier. Nou, hij wil echt niks van me hebben. Ik sta nog niet op peaceful. Easy. Nou, dat telt ook. Well, it's one down. Noise. Nummer 2. Ah. Ah, donder op, man. Ik zei nog. Je zei nog, ik ga er geen Wither in stoppen. Je zei het. Je hebt het beloofd. Oh, shit. Je hebt het beloofd. No. Oké, Golden Apple. Almighty Sword of Zeus. Oké, die moet niet heel moeilijk zijn. Dit moet niet heel moeilijk zijn. Oh, come on. Ja, ja. We can do this. Wij kunnen dit. En hij is down. Sucker. Oké, wacht. Dat ga je niet zeggen. Ik wou iets verkeerd zeggen. Never mind. Wat hebben we? Een Nether Star. Nou, die is neer. En dan gaan we hierin. Oh. What's in here? Wauw. Serieus? Maar die heb ik al, toch? Of niet? Ik heb Sharpness 10. Plus 10 attack damage. Oeh. Welke wil ik hebben? I don't know, maar deze wil ik wel allemaal hebben. Dus ik gooi gewoon die freaking shired shit weg. Die heb ik allemaal toch niet meer nodig. Die mag weg. There you go. Nope, die mag ook weg. Come on. Come on, ik wil die. Nee, ja, juist. Jongens, dit is moeilijker dan het lijkt. En die boog, I don't care. En Golden Apple is altijd wel welkom natuurlijk. Oké, we gaan naar boven. Ik gooi dit allemaal weg. Don't need that anymore. Oh, kijk mijn speed omlaag gaan, jongens. Zien jullie dat? And there you go. Yeah, I'm ready, boys. I'm fucking ready. Even wat Lembus brood eten. Brood, voor mij nou. En we zijn klaar, denk ik. We zijn er klaar voor in ieder geval. Dit kan niet, zegt de Withered Rogue. Vraagtekens. Oh. How dare you, the Grim Reaper. Wat? Is dat niet de dood of zo? De Grim Reaper. Hij maakt het wel spannend, want hij komt nog niet. Grim? Yo, bro. Wat? Dit kan niet? Ja, dit kan inderdaad niet, nee. Yo, Grim, bruh. Waar ben je? Ik... How dare you, the Grim Reaper.
gaat hij alleen maar tegen me praten. Is dat gewoon alles wat hij gaat doen nu? Like. Is het... Ik denk dat hij werkt, Koen. En je zei inderdaad dat er misschien wat bugs in zouden kunnen zitten. En ik denk dat dit eentje is. Want hij praat hartstikke leuk tegen me. Maar hij zegt het in ieder geval. Want hij doet niks. Hij verschijnt niet. Maar in ieder geval, jongens, dit vind ik dan een goed moment om het hierbij te laten. Het is bijna... Het is 40 minuten lang. Holy shit. Dus de volgende keer gaan we de andere 4 levels doen van deze map. Ik ben in ieder geval helemaal gek op deze map. Serieus, ik vind hem super tof gedaan. Ik heb dikke jumpscares gehad. Ik weet niet hoeveel, maar in ieder geval, dat hebben jullie vast wel gezien. Jongens, als jullie deze map ook tof vinden, doe dan even een blauw duimpje omhoog. Wil je ook een map naar mij sturen? Dat kan naar map@vonnox.nl. Adres staat in de beschrijving. Ik heb nu al zin om de volgende keer weer verder te gaan. Dus jongens, ik zie jullie volgende week weer. Nogmaals, bedankt voor het kijken. En ik check jullie later.